Ik ben wel speciaal naar de kapper geweest voor vandaag. Lekker. Nee. Nou. En er was alleen de zijkantjes, dus er was korting. Dit ben ik, Stijn. En dit is Jasper. We wonen in het idyllische Barger Compascuum, het Venetië van Drenthe. Als tv-makers zijn we altijd in Drenthe gebleven, waar veel leeftijdsgenoten de provincie hebben verlaten. Jonge overlevers zijn misschien wel de minst aantrekkelijke provincie van Nederland. Intussen Groningen en Zwolle vragen we ons af waarom Drenthe niet een metropool als Amsterdam kan zijn. En proberen we een stukje Amsterdam naar Drenthe te halen. De moeite waard voor leeftijdsgenoten, want wij geloven in Drenthe. Ergens kunnen vinden waar het hip is, dan is het wel in Amsterdam, toch? Ja, dan moeten we gewoon even gaan spieken. Ja, beetje... gewoon beter goed gejat of slecht bedacht. Nou, dan moeten we daar naartoe. Ja. Moeten we naar Amsterdam? Ah, die Amsterdamse haven. Als jij even zingt, dan warm ik even mijn brommer op. Want we moeten nog een eind sjouwen met dat ding. Alsof er iemand is die gelooft dat jij helemaal op de Thomas naar Amsterdam gaat. Het is toch tv? Moet je toch een beetje aandikken? Oké. Okay. Amsterdam in 3, 2, 1. Waar is het echt hip hier in Amsterdam, waar jonge mensen komen? Waar moeten we naartoe? Ja, voor wat te gaan drinken, eten. Ja, gewoon jonge mensen zien. Ik denk... Ik wil de pijp. De pijp, ja. Oké. Okay. Dat is goed, daar komen we jonge mensen tegen. Ja. Jij hebt je achter je handen, dus boom, dat is op zich wel hip. In Drenthe kom je gewoon één iemand tegen, die moet je nou doen. Of je nou in de tuin staat of niet. Ja. En hier kun je gewoon kiezen. Dat is wel, wel relaxed. Hey, als we nou, wat is echt hip hier in Amsterdam? Waar moeten we naartoe dan? Hip. Hip? Hip. Jongelui. Ja. Oké, okay, Vondelpark, check. Vondelpark. Je kan ook gaan naar de koffieshop. Ja, ga gewoon naar de ballen, dat is leuk. Greenhouse. Ja. Dank je, jongens. Vondelpark. Weer een hippe spot in Amsterdam. Wat heeft onze vis 5 niet, wat het Vondelpark wel heeft? Mensen die hardlopen, de straatmuzikant. Zo meteen lekker zweertje hier. Nou, zal ik hem wat geven? Kan allemaal van de productiekosten. Dus, wat leert een rondje door het Vondelpark ons? Mooi park, genoeg prullenbakken, bankjes hadden iets meer gemogen van ja, mij. Lul, we hadden ingestudeerd. Calorieën verbranden, workout, bootcamp. Oh ja, dat was het. Dat ook. Dus bootcamp in Drenthe. Stopwatch, dat is. Meisje uit India, altijd goed. Dat kun je niet maken, waarschijnlijk. Dit is fucking mooi. Vooral die broek, ik kan alleen maar naar die broek kijken. Waarom mag jij koffie delen en moet ik dan weer zo'n bootcamp doen en zo'n strakke legging? Omdat ik het script schrijf. We hebben geen script. Legend. Ja, het is ook meer show volgens mij, toch? Het is voor de gewoon show. Trainen om gezien te worden dat je aan het trainen bent daar. Oké? Oké. Let's go. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig eigenlijk.
Waarvoor? Nou ja, ook omdat nu onze rollen gechanged zijn. Dat ik hier sta en jij met mijn camera in mijn hand. Als ik mezelf zo in de spiegeling van het raam zie, dan ziet dat er wel goed uit. Dus dan denk ik, dat gaat goed komen. Ja, je ziet er ook gewoon goed uit. Dank je. Jij ook. Oké, we lopen zo heen. Gaan we zien of er een hele groep is. Of niet. Of dat we dat met z'n tweeën moeten doen. Even voor de spanning in beeld. Ja, ik had toch meer mensen verwacht, eerlijk gezegd. Ja, als het in Amsterdam lukt, waarom zou het dan hier niet kunnen? Dag meneer, mag ik u het vragen? We doen een bootcamp daar. Wilt u meedoen? Heb je wat te doen, Wilma? Je mag ook mee bootcampen. Nee, dank je. Dit? Oké, we lopen snel verder. Het is 7:30, dus we moeten wel beginnen, toch? Ja. Misschien komen ze later en dan kunnen ze bij haken. Dat is misschien niet zo'n succes, hè? Nee. Helaas, ik heb zo mijn best gedaan. Waarom doen we dit? Man, er komt geen hond. Misschien moeten we gewoon in de volgende aflevering proberen een sterk punt van de provincie te vergroten. In plaats van vreemde shit hier naartoe halen. Ja, want Drenthe heeft toch ook wel goede dingen. We zijn al een half uur aan het draaien zonder dat we één iemand zijn tegengekomen. Ja. En er rijdt hier gewoon een treintje langs. En dat treintje gaat gewoon 5 km/u. En daar zitten de mensen in. En dan kunnen we zwaaien. Ja, ze zwaaiden net wel terug. Dat is toch leuk? Ja, wacht. Ja. Dat noemen ze een sprinter hier. Dat is een sprinter. Wie de fuck heeft een Thalys nodig? Thalys rijdt niet eens. Die van ons wel hoor. Hoe kunnen we dan iets stoffigs en ouderwets als kegelen, ja. Hoe kunnen we dat dan echt gewoon een hip tintje geven? Ik kan niet zeggen dat er weinig te beleven valt hier. Nou, dat was een avondje. Epic.